Eddy van der Steeg, ruim een jaar raadslid in Berkeland. En vanavond is het alweer geëindigd. Ja. Wie had dat gedacht in maart vorig jaar? Ja, ik niet. Nee? Nee, want dan was ik er niet aan begonnen. Nee, dat klopt. Ja. Hoe heb je dat afgelopen jaar beleefd? Ja, het was een hele mooie tour. Ik heb echt genoten van mijn tijd als raadslid. Ik heb heel veel geleerd van politiek. Ik heb ook geleerd van de mensen die hier in de raad zitten. En wat mij heel erg verbaasde, was dat iedereen die zit hier met een bepaald doel. Iedereen zit hier met een bepaalde passie. Iedereen zit hier met een verhaal. En voordat ik de politiek inging, dacht ik, politiek, dat is allemaal praten, niks doen. En ik ben zelf zo, of je doet er wat aan, of je houdt je mond. Niet het type wat stil gaat zitten, dus ik doe er wat aan. Dus ik heb mij opgegeven als BBB-bondgenoot. Ik ben in de raad gekozen en ik ging er tegenaan. En toen zag ik wat er werkelijk in de raad gebeurde. Dat daar allemaal mensen zaten die allemaal goede punten hadden, allemaal vanuit hun eigen perspectief hun mening vertelden, argumenten gaven, waarom ze bepaalde wijzigingen wel of waarom ze bepaalde wijzigingen niet wouden. Dat heeft mij wel gefascineerd. In mijn werk ik heel veel met mensen, met allerlei verschillende mensen, allerlei verschillende typen, allerlei verschillende karakters. En wat mij opviel was dat die karakters hier in de raadzaal zitten. Al die 27 leden van de raad zijn, uitzonderingen daar gelaten, maar zijn allemaal verschillende karakters die allemaal met hun doel voor ogen proberen De mensen in Berkeland te vertegenwoordigen. En dat was een heel ander beeld als wat ik vooraf van de politiek had. Dus nou heb je dat een jaar gedaan, Eddy. Ja. En dan zeg je, weet je, er is natuurlijk van alles gebeurd. Ik ben in jullie partij. Ja. En die kondigt aan dat hij de raad verlaat. Dus iedereen denkt, daar is van alles gebeurd. Maar dat blijkt, alles is meer van. Ja. Dus ik vind het jammer dat ik niet een heel spannend verhaal voor je heb. Maar voor mij is de reden dat ik uit de raad ga, heeft gewoon te maken met het feit dat ik in Berkeland geen passende woonruimte voor onze situatie gevonden heb. En dat is helemaal niet zo spectaculair. We hebben een aantal beesten, we hebben een aantal pauwen. Onze woonwens is vrij specifiek. Omdat die vrij specifiek was en natuurlijk omdat het aanbod op dit moment gewoon heel slecht is. Weinig woningen aangeboden worden, was er voor ons niet een passende woning in de gemeente Berkeland. Dus ik moet mij over 2 dagen neem ik afscheid van de gemeente Berkeland. En dat betekent dat je dan niet meer volgens de kieswet in de raadszitting mag hebben. En dus als raadslid heb ik de wet eergezworen, dus ik moet mij gewoon terugtrekken uit de raad. Jammer? Dat vind ik echt met de hand op mijn hart. Heel jammer. Nogmaals, ik heb heel veel geleerd van mijn collega's. Maar wat ik vooral geleerd heb, is dat het zijn net mensen die in de raad zitten. En het zijn allemaal mensen die voor iets staan. En of dat nou is dat je met een trekker de weg op gaat om te protesteren voor je boterham. Of dat het nou is omdat je op de snelweg gaat zitten, omdat je tegen organische brandstoffen bent. Het zijn allemaal mensen die met een bepaalde passie hier zitten. Dus hier in de raad zitten. En dat heeft mij wel gefascineerd. Dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi om te zien. Heel simpel is het eigenlijk nu. Je bent ervaring rijker. Misschien dan nu een illusie aan me, want je bent raadslid aan. Maar het laatste geldt misschien niet helemaal. Maar wel een mooie ervaring rijker. Ik ben een hele mooie ervaring rijker, ja. Gaan we Eddy van der Steeg nog als politicus ergens terugzien? Ja, dat weet je niet. Dat weet je niet. Dat zou maar zo kunnen. Dus ik heb er wel van, doordat ik ervan geproefd heb, heb ik wel. Ik heb er wel zin om bijvoorbeeld in de provincie of waar dan ook daar misschien meer van te doen. Of misschien wel in het buitenland. Maar in ieder geval, ik vind de politiek. Ik sta er nu anders tegenover. En ik kan wel bijna zeggen 180 graden anders tegenover als dat ik een jaar geleden tegenover de politiek had. En ik vind ook. In mijn werk leer je altijd, je hebt een haal- en een brengfunctie. Dus als je
net als mij een vooroordeel hebt over de politiek, nou, dan mag ik je wel van harte uitnodigen om hier eens een keer bij een raadsvergadering, bij te komen wonen. En als je wat te zeggen hebt, om gebruik te maken van je spreekrecht, om gewoon eens die microfoon te pakken en te zeggen, nou, dit vind ik ervan. Dus dat. Mooi, Eddy. Ja. Dank voor je bijdrage. Elke keer als van Nieuws op Berkeland. En het gaat je goed. Ja, dankjewel.